De bewoners van Leliedorp en omgeving kunnen vanaf morgen op de zaterdag ook gebruik maken van de diensten van Stichting Lobby Health Center Wanica. In verband met het baarmoederhalskankerproject biedt het gezondheidscentrum morgen gratis baarmoederhalskanker screenings aan. Dit project wordt samen met de Pan American Health Organization, de World Health Organization en Global Affairs Canada uitgevoerd. Directeur Nancy Badu vindt dat niemand uitgesloten moet worden als het aankomt op gezondheidscontroles. Uit voorlopige cijfers blijkt dat vrouwen pas gaan voor een screening als ze klachten hebben. Dit is vaak een van de redenen waarom baarmoederhalskanker in een laat stadium wordt ontdekt. Hoe sneller deze kankersoort ontdekt wordt, des te meer de overlevingskansen, onderstreept Badu. Ze hoopt dat de vrouwen van Wanica gebruik zullen maken van de gelegenheid om een gratis uitstrijkje te doen.